en het ministerie van Handel en Industrie is zich ervan bewust dat er een betere en gestructureerde ondersteuning moet komen voor ondernemers. Dit zegt Anita Vorst, waarnemend onderdirecteur van de afdeling ondernemerschap van het ministerie van Handel en Industrie. Vandaag is er een tweedaagse workshop gestart voor toekomstige ondernemers, om ze te leren een businessplan te schrijven. Volgens Vorst wil het ministerie er alles aan doen om ondernemers te ondersteunen door zoveel mogelijk naar mogelijkheden te zoeken in binnen- en buitenland om de productie te stimuleren. Wat wij van onze kant uit kunnen doen is tonen waar de mogelijkheden zijn. Zoeken naar de opties. Wat doen jullie al? Waar kunnen wij u in ondersteunen? Wat hebt u nog nodig? Het is geen automatisme dat iedereen dat weet. En daarom hebben wij met behulp van vandaag, van de trainer, meneer Toyo, hebben wij dus besloten om volgens een bepaalde methodiek met u aan de slag te gaan. Het gaat erom dat uw business-idee op een bepaalde manier uitgewerkt wordt. Heel simpel, heel duidelijk. Uitgewerkt wordt, zodat we aan het eind van het traject een goed businessplan eruit krijgen. En dat is cruciaal voor aanvragen van middelen, voor aantrekken van investeerders, ja, partnerschappen aangaan. Uw verhaal, uw doel en hoe u het doel wilt bereiken, dat moet duidelijk zijn voor alle actoren met wie u in contact gaat treden. En daar willen we deze twee dagen onze ondersteuning aanbieden. Het is de taak van en de verplichting van het ministerie om er te zijn voor de ondernemers, zegt Vorst. De tweedaagse training voor de toekomstige entrepreneurs wordt verzorgd door Paulus Toyo en trainers van het ministerie van Handel en Industrie. Het ministerie ondersteunt in eerste instantie de entrepreneurs met trainingen en zal ook eventueel ondersteunen bij de financiering.